Ik ben Ineke Arons, kunsthandelaar in Bergen. Dit is een schilderij van Dirk Vilarski. Ik denk in 1907 of 1908 kwam hij met Arnoud Konoop op de fiets vanuit Amsterdam naar Bergen toe. Als je nu kijkt, dat moet je eigenlijk altijd als eerste doen als je voor een schilderij staat. Het is een berglandschap in Prademolo in Frankrijk. Dirk was heel reislustig en haalde ook zijn inspiratie eigenlijk uit de zuidelijke landschappen. Dit schilderij, dat wordt gewoon krachtig door de kleuren, de bruine, de okers, de blauwe en door de lijnen die hij in het schilderij brengt. De doeken zijn vaak zonder enige aarzeling opgezet met een krachtige penseelstreek, zwierig en royaal. Nu zie je ook heel duidelijk waarom het schilderij zo krachtig is. Het klopt gewoon. Zo'n schilderij gaat niet vervelen. Dirk Vilarski bruiste van de energie en dat zie je terug in zijn werken.